voor toeschouwers die in de rust weggingen en 1-0 stand en uiteindelijk de 0-3 stand zagen, die zullen zich enigszins verbaasd hebben over die stand, denk ik. Ja, nou goed, we begonnen zeer sterk aan de wedstrijd. Dat moesten we ook. Prezikhaven natuurlijk de beste ploeg, denk ik, bij ons in de klasse. En ja, als je die eerste 20, 25 minuten ziet, dan vond ik dat we veel sterker waren dan hun. We zaten veel beter in duels. Tweede ballen waren voor ons. Jammer dat wij de laatste ballen niet goed speelden, anders had ik denk ik, 2-0, zou ik voorzichtig houden voor moeten staan bij 25 minuten. Is in mijn optiek die wedstrijd gelopen. Helaas, dat lukte niet. En daarna pakte Prezikhaven goed af, moet ik zeggen. Ja, het verschil tussen de eerste en tweede helft is dan toch wel weer erg groot. Breken de extra wedstrijden ons ook een beetje op? Ja, goed, het heeft ook met die wedstrijden misschien te maken, maar ook met de breedte van de selectie. En daar wil ik niet op terugvallen, zeg ik altijd. Maar je 11 man kun je opstellen, maar ze moeten allemaal fit zijn. En daar zit ook trainingsarbeid bij die je moet verrichten met z'n allen. En dat is ook niet altijd even aan de orde. Heeft ook met werken van een aantal mensen te maken. Maar goed, dan, die kracht die laat je in de tweede helft liggen en kom je dus ook tekort. Neemt niet weg dat we die twee tegengoals, de 1-0 en 2-0, ja, eigenlijk zelf bijna scoorden. Dat is natuurlijk ook de kracht van Prezikhaven. Niks creëren en toch twee keer scoren. Daarom staan hun op de eerste plek en wij waar wij staan, denk ik. Maar al vergeten, deze wedstrijd volgende week DVV, maar even een kleine revanche pakken. Ja, nou goed, in ieder geval snel vergeten. Ik denk dat we zeker de eerste half uur, 35 minuten van de eerste helft mee moeten nemen. Dat we toch een ploeg als Prezikhaven onze wil op kunnen leggen. En dat is positief, maar dat moet 90 minuten doen.